Goeiedag. We bevinden ons midden in de zomer en we hebben al een aantal perioden gehad met zeer warme dagen. Maar dat wordt vervolgens ook weer afgewisseld door relatief koel zomerweer. Dus de weerpluim, de temperatuurpluim, vliegt eigenlijk ook nog een beetje alle kanten op. En in deze tijd van het jaar zijn waarden zo tussen de 20 en 25 graden gemiddeld. En dat zien we ook als we naar deze woensdag kijken. Het begin van de pluim in het midden van het land ongeveer zo'n 20 graden. Maar naast die gemiddelde temperaturen kan af en toe een opstoot van warmte, vooral uit het zuiden van Europa, die temperaturen flink doen oplopen. En aan het begin van deze 10-daagse zet die temperatuurpluim dan ook geleidelijk weer een stijgende lijn in. In de aanloop naar het weekend gaat er gestaag weer een paar graden bijkomen. En dan vlak na het weekend, van zondag, maandag, misschien een klein dipje. En op die termijn neemt de onzekerheid in de verwachting ook wel wat toe. Maar wat vooral opvalt is dat we potentieel in het midden van de nieuwe week, dan heb ik het over de woensdag en de donderdag, misschien ook net de dinsdag nog, dat we dan weer met hogere temperaturen te maken gaan krijgen. En dit zijn eigenlijk twee verschillende processen die warmte kunnen veroorzaken. En dat kan ik het beste eventjes uitleggen aan de weersituatie, de verdeling van hoge en lage drukgebieden. Als ik even ga kijken naar het weer van deze woensdagavond, dan ligt er een hoge drukgebied in onze omgeving. En dat zorgt voor heel rustig zomerweer, dalende luchtbewegingen onder dat hoge drukgebied. En dat zorgt er ook voor dat we met niet al te veel bewolking en ook heel weinig neerslag te maken hebben. Dus dat is voor de droogte in ons land natuurlijk wel een beetje nadelig. Nou, om dat hoge drukgebied heen, stroming met de klok mee, een overwegend noordwestelijke of noordelijke windrichting. En dat zorgt ervoor dat de temperaturen dus relatief gematigd zijn. Het water van de Noordzee is nu nog relatief koel en bereikt de hoogste temperatuur pas aan het einde van de zomer en aan het begin van de herfst. Dus dat drukt die temperaturen nog wel iets. Nou, dat hoge drukgebied ligt nu nog pal boven de Noordzee, maar die gaat geleidelijk wel wat aan de wandel. Want die gaat zich wat meer naar het oosten verplaatsen, wat verder het Europese continent optrekken. En dat gaat ook een verandering van de windrichting met zich meebrengen. Hier zien we dat gebeuren. Dat hoge drukgebied komt eigenlijk boven Scandinavië te liggen, is in dit moment niet zo heel duidelijk meer te herkennen. Maar wat er gedurende dat proces, gedurende dat wegtrekken van dat hoge drukgebied wel gaat veranderen, is dat de wind bij ons meer uit het oosten tot zuidoosten gaat waaien. En dan komt er toch wel wat warmere en drogere lucht onze kant op. Nou, en door de invloed van dat hoge drukgebied, onder de flanken daarvan, blijven we te maken houden met die dalende luchtbewegingen. Weinig bewolking. En dat betekent dus ook dat de zon volop kan instralen. En met die volle zonneschijn kan de temperatuur dan behoorlijk oplopen. Dus dan hebben we het over heel rustig zomerweer, temperaturen net iets boven het gemiddelde. En dat zou voor veel mensen dan aanvoelen als heel aangenaam zomerweer. Maar er is dus nog een andere reden waarom de temperatuur bij ons flink kan oplopen. En dat zorgt vooral voor de meest extreme situaties. En dat is natuurlijk wanneer die hitte vanuit het zuiden van Europa komt. Ga ik deze pijlen even weer verwijderen, ga ik de animatie wat verder laten lopen. En dan zien we hier boven de Azoren weer het Azoren hoge drukgebied tot ontwikkeling komen. En dat hoge drukgebied dat probeert een uitloper te maken, een connectie te maken met dat hoge drukgebied hier boven Scandinavië. En die uitloper lijkt aan het einde van het weekend en maandag best wel krachtig te zijn. Vormt als het ware een soort blokkade hier over het noordwesten van Europa. En dat zorgt er dus ook voor dat lage drukgebieden hier bovenlangs trekken. Maar dat belemmert ook dat die warmte vanuit het zuiden van Europa richting het noorden kan komen. Want die rugas, eigenlijk het middelste gedeelte van die uitloper, die ligt dan hier en die belemmert dat behoorlijk. Nou, die uitloper van dat hoge drukgebied die gaat wel wat aan kracht verliezen. Blijft toch een beetje hier op de oceaan liggen. We zien hier een lage drukgebied overtrekken. Maar als we dan naar de woensdag kijken, dan valt wel op dat dat lage drukgebied hier dan ligt. Een hoge drukgebied boven Centraal-Europa tot ontwikkeling komt en dat er dan weer een zuidwestelijke windrichting op gang kan komen en dat die warmte vanaf het Iberisch Schiereiland dan weer onze kant op kan komen. Dus dat verklaart eigenlijk die twee stijgingen van de temperatuur die we dus in de weerpluim zien. En daarbij natuurlijk wel het verschil dat dit van het Amerikaanse weermodel is en die temperatuurpluim van het Europese weermodel. Dus er zitten wel wat verschillen in die berekeningen. Nou, welke temperatuur kunnen we daarbij dan precies verwachten? Dan pak ik even de bovenluchttemperatuur erbij op 850 hectopascal, ongeveer 1,5 kilometer hoogte. Nou, die uitloper van dat hoge drukgebied komt hier op zaterdag ook mooi terug. Strekt zich eigenlijk uit over Frankrijk. Die bel met warme lucht dus nog in het zuiden van Europa. En ook op veel andere vakantiebestemmingen, Griekenland, Italië, daar ook hoge temperaturen. Maar die warmte zit daar dus een beetje ingekapseld. Nou, tijdens en na het weekend gaat daar dus geleidelijk wat verandering in komen. Die uitloper die verliest wat aan kracht, wordt wat teruggedrongen op de oceaan. En dan kan die warmte, ga ik hem hier eventjes stopzetten, dan hebben we het over woensdagochtend. Dan kan die warmte zich geleidelijk weer richting ons land gaan uitbreiden. En als ik de animatie dan nog een klein stukje verder laat lopen, dan zien we ook hier hoe die donkere kleuren zich met die zuidwestelijke windrichting naar Nederland gaan uitbreiden. Nou, met wat voor warmte kunnen we dan rekening houden? Zijn het echt weer van die extreme taferelen zoals we een week geleden zagen, die 39,5 graden in Maastricht? Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Deze warmte lijkt wat minder van intensiteit, maar kan toch wel wat hogere temperaturen opleveren. Dit is de pluim voor het midden van het land. Dit is weer van het Europese weermodel. En dan zien we eigenlijk vanaf vrijdag de kans op zomerse dagen, dus meer dan 25 graden, blijft eigenlijk een beetje gestaag zo tussen de 25% en 50% hangen. En pas helemaal aan het einde van die 10-daagse periode begint het weer een klein beetje af te koelen en worden de staafjes wat kleiner. Nou, en de kans op 30 graden in het midden van het land, dat zit hem dus vooral in het midden van de nieuwe week. Dus dinsdag, woensdag, donderdag, heel misschien vrijdag nog. Maar je ziet het al aan de hoogte van de balkjes. Die kans is vooralsnog heel erg klein. Maar als het wel gehaald wordt, in combinatie met die zomerse dagen, dan kan het wel ineens tot een hittegolf komen. Nou, de conclusie is eigenlijk dat we door het hoge drukgebied boven Scandinavië eerst iets warmer weer dan gemiddeld hebben, flink wat zonneschijn en in de loop van de nieuwe week dus een kans op warmte vanuit Zuid-Europa.